mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survivor Island hier op Doe Maar Gamen. Ik heb persoonlijk weer enorm veel zin in om deze video voor jullie te maken. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze video te kijken. Als allereerst wil ik jullie allemaal even heel lief vragen om een blauw duimpje omhoog achter te laten op deze video. Het support mij enorm om door te gaan met wat ik doe. Lekker veel video's voor jullie maken, lekker veel video's editen. En hoe meer likes er komen, hoe groter de kans is dat ik zo snel mogelijk weer lekker ga streamen in Survivor Island. En hoe groter de kans is dat Survivor Island alleen maar langere episodes krijgt. Dus like even en ik zou het echt super vet vinden. Deze episode ga ik weer een beetje bijkletsen met jullie. Het is namelijk zo dat jullie in de comments de vorige episode hebben laten weten dat jullie het ook leuk vinden om mij om de zoveel tijd eens even te zien minen. Maar jullie zeiden dat jullie het bouwen heel erg leuk vonden om naar te kijken. Alleen dat het minen een beetje ontbrak aan de Survivor Island serie zoals het nu is. Dus ik ga deze episode even lekker minen voor wat gear. Ik had dat de vorige episode ook al gezegd dat we wat meer diamonds en andere dingen nodig hadden. Dus daar gaan we deze episode voor zorgen, jongens en meisjes. Ik heb er zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. Als allereerst pak ik even het glas uit de furnace. Die hebben we namelijk nodig voor het afmaken van de koeienkennel. Holy shit, die bomen zijn echt fucking huge geworden. Daar is nog een zwevend acacia blokje, wat ik echt heel erg vervelend vind. Ook een van de regels in mijn server. Je moet er altijd voor zorgen dat bomen helemaal omgekapt worden. Maar in ieder geval, dat doen we later wel even. Daar heb ik nu niet zoveel zin in. Ik ga namelijk deze episode lekker met jullie bijkletsen. En ik ga lekker minen. Wat gaan we daarvoor nodig hebben? Dat is natuurlijk de allereerste vraag. Ik dump ook gewoon alles in de chest. Terwijl ik gewoon een fucking mooie chest heb. Maar oké, don't blame me. Dat zal altijd zo blijven met mij. Maar dat maakt niet uit. We gaan het sowieso nog wel een keer editen. Dat is echt de beste smoes voor mij om iets gewoon niet te doen. Hé, hey, Job, ga je nog huiswerk maken? Ja, ik ga wel een keer huiswerk maken. Dus niet. Nee, maar even serieus, dat ga ik zeker weten nog een keer doen. Hoe ongeloofwaardig dat ook uit mijn mond klinkt. Maar komt goed, want ik wil hier namelijk ook een geordende serie houden. En ik ga dus niet alles ongeordend houden. Maar dat komt goed, als allereerst wil ik even lekker veel iron hebben. Want iron is baas. Allemaal in de comments, iron is baas. Ik vind iron echt, op een of andere manier is iron toch mijn favoriete oor. En hoor ik mensen denken, ja maar Job, diamond is toch gewoon veel sterker en beter. Dat klopt, lieve kijker. Leuk dat je dat opmerkt. Alleen, op een of andere manier vind ik iron toch wel het fijnst om een gear van te maken. Tenzij ik natuurlijk echt iets ga enchanten. Kijk, dan wil ik het wel van diamond doen. Maar 9 van de 10 keer is het wel zo. Iron is makkelijker te vinden. Je kan er meer van maken. In principe is het wel heel erg effectief voor allemaal shizzle. Dus vandaar. Ik heb al mijn armen nog bij me. Super chill. Ik heb wel... Waarom heb ik een helm van gold? Waarom heb ik een helm van gold? Dat vind ik alweer tegenvallen dit hoor. Ik wil toch wel gewoon een helm van iron hebben. Een helm van gold, dat hoeft van mij niet. Hoppakee, een helm van iron. Come on, we gaan toch geen helm van gold nemen? Nou, dat is toch wel een beetje scared. Dus hoppakee, dat gaan we wegdoen. Brood, nemen we brood mee? Ik denk het wel. We hebben hier trouwens nog wat wheat. En we hebben hier een potato. Hopelijk hebben we toevallig hier nog wat potatoes liggen die we even snel in de furnace kunnen gooien. Ik heb namelijk wel zin om een beetje te eten als ik aan het minen ben. Want wie mint er nou tegenwoordig nog op een lege maag? Dat moet je niet doen, dat is slecht voor je. Werken op een lege maag, dat is gewoon slecht. Dus dat gaan wij ook niet doen. Ik moet namelijk het voorbeeld geven. Even kijken. Ah, kijk eens aan jongens. Lekker veel gewassen. Over gewassen gesproken. We moeten dus echt eens een keer snel. Oh, wat de... Huh? Kan dat? Oh, dat wist ik serieus niet. We moeten snel eens een keer ook een potato en een carrot farm maken. Want we hebben nu natuurlijk een hele grote wheat farm. Super chill uiteraard, want daar kunnen we brood van maken. Maar ja, weet je waarom brood? Als je ook lekkere aardappels en lekkere worteltjes kan krijgen. Ik bedoel, dat is toch veel beter. Of nou, niet veel beter, maar dat is ook chill. Dus dat moeten we ook even weten te fixen. Nou, we hebben hier glas. Oké, super dope. Dat ga ik even in deze chest hier gooien. Ik neem een klein beetje... Wacht eens even. Ik kan nu trouwens gewoon niet alle potatoes meenemen. Dus ik neem 1, 2, 3, 4 potatoes mee. Die doe ik even snel in de furnace. Dus bij deze heb ik hier toevallig... Nee, ik heb ook helemaal geen kool meer. Daarom moet ik dus even gaan minen. Want mijn resources beginnen een beetje schaars te worden. Om het even zo te benadrukken. Ik begin er een beetje minder van te krijgen. Niet heel chill. Dus vandaar. Hoppakee, nu heb ik weer wat brood erbij. Super dope. Deze laatste twee overgebleven wheat dingetjes, die doe ik weg. En nu heb ik dus in totaal 2 pickaxes. Ik heb een diamond pickaxe. En dat is denk ik wel genoeg. Ik heb ook nog 2 zwaarden. Ook super chill. Ik kan beter deze twee even bij elkaar doen, neem ik aan. Dan wordt het namelijk 1 goed zwaard. Het is altijd wel heel erg op. Dus als ik aan het opnemen ben, moeten mijn buren altijd herrie gaan maken. Dat is altijd zo toevallig. Not. Dat is gewoon expres, neem ik aan. Maar dat maakt niet uit. Oké, even kijken. We gaan dus minen. Ik heb hier 3 potatoes. Moet genoeg zijn. Maar vandaag ga ik dus wat leuks doen. Want vandaag ga ik namelijk samen met een vriend wat challenges opnemen voor Doe Maar Gamen. Namelijk Doe Maar Challenges die nog online gaan komen. Eigenlijk heb ik al veel te veel gespoilerd. Maar dat maakt niet uit. Ik blijf Job van Doe Maar Gamen. Ik blijf iemand die nooit zijn mond dicht kan houden over geheime projecten. Daarom zijn ze op Doe Maar Gamen ook eigenlijk nooit geheim meer. Maar dat maakt helemaal niet uit. Daarentegen ga ik zo meteen Niels even goed trollen. Wat hij nog niet weet. Want ik ga namelijk een dikke smack hem geven als ik hem binnenlaat. En dat vind ik altijd zo leuk om mijn vrienden te trollen. Daar kan ik echt van genieten gewoon. Mensen trollen blijft toch wel iets wat heel erg leuk is. Daarom ben ik ook bezig de afgelopen tijd met lekker veel pranks. Ook is een prank wel iets moeilijker om te doen. Want met pranks is het zo dat je maar net de juiste persoon moet hebben.
Goed voorbeeld. Laatst was het dus zo dat ik mensen waren prank in de stad. En die werden mij toch boos. Ik zei, hey, wil je Pokémon kaarten ruilen? Hey, ik wil helemaal niks ruilen. Ga weg, joh. Sorry, morrie. Ik denk, wow. Misschien, als het nou geen prank was, dan ga je toch niet zo iemand lopen uitschelden. Want ze wisten niet eens dat het een prank was. Dus dat wel, aan de ene kant is het natuurlijk ook wel weer mooi. Want dan staat het wel op camera, weet je wel. Want ze hadden wel lachen. Maar aan de ene kant denk je ook wel weer van, oh, chill out, bitch. Chill out, weet je. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen even Niels pranken. Dat is dus die vriend waar ik het over heb. Als het gaat lukken, uiteraard. Wonen mensen denken, joh, waarom zeg je dat in de video? Straks weet hij het. Kan hij deze video, komt namelijk 7 uur online. En mijn vriend die komt om 1:15 hier. Of 1 uur, om het even zo te zeggen. Dus we gaan minen. Maar, nu is natuurlijk de vraag van waar willen wij gaan minen? Want ik denk dat het gewoon handig is om gewoon verder te gaan met stripmine. Stripmine is namelijk, naar mijn mening, een van die efficiëntste manieren om caves en shit te vinden. Dus ik word trouwens ook een skelly. Want op die manier vind je gewoon heel erg snel diamonds. Dus ik ga gewoon proberen deze episode wat diamonds te hosselen. Want je weet toch, G, ik wil die diamonds hebben. We hebben ze nodig, sowieso. Voor de rest wil ik jullie vragen om even een like achter te laten wat ik al eerder heb gedaan. Ik vraag het gewoon even omdat mensen het anders een beetje vergeten. Heb ik namelijk zelf ook. Vandaag is trouwens ook weer een nieuwe episode online gekomen over de comeback video van de serie Job Vlogt. De serie hier op Doe Maar Game waarbij ik jullie een kijkje laat nemen in mijn dagelijks leven. Ik vind het persoonlijk een super chille video geworden. En ook een hele leuke serie om te doen. Maar ik ga dus, oh nice, Iron. Ik hou van Iron. Iron is baas. Ik ga dus zo meteen doe mijn challenge opnemen. Hopelijk houden mijn buren daar rekening mee. Want 9 van de 10 keer. Ik werd namelijk vorige week ook al wakker. Omdat er eentje met een kattenbak zo zat te schudden. Omdat de kat terug moest komen. Nou, dan word je dus in het weekend om 7:30 wakker. Hell yeah. Maar in ieder geval, hopelijk doen ze dat zo niet. Die egoïsten. Maar we gaan dus even snel verder. En ik ben even aan. Oh, nee. Ik wil niet mijn iron pickaxe gaan gebruiken. Eerst mijn iron. Eerst mijn diamond pickaxe. Daarna mijn iron pickaxe. Ik hoor super veel zombies. Ik heb het idee dat we hier vlakbij een. Of een zombie spawner zitten. Of gewoon een cave. Kan allebei. Het kan net zo goed een zombie. Ja, een bed. Zit hier ergens een cave. Dat is altijd wat chill aan Zen's minimap en aan Rij's minimap. Je weet precies waar de caves en shit zitten. Maar ja, weet je, ik wil ook niet al te veel cheaten. En dat vind ik toch een beetje niet zo legit eigenlijk om dat te gaan doen. Dus dat doe ik ook maar niet. Gravel kan chill zijn om paadjes mee aan te leggen op je eilandje. Niet dat ik dat ga doen, maar het zou kunnen. Waar zitten ze? Ik hoor ze hier ergens, in deze muur. Ik wil eigenlijk wel naar... Ja, hier ergens. Ze zitten echt super dichtbij. Ik wil even kijken, want ik wil graag naar de cave toe. Of boven me, dat kan natuurlijk ook nog. Ze kunnen ook boven me zitten, bedenk ik me opeens. Want op welk niveau zit ik nu wel niet? Ik zit op niveau 12. Ja, kijk. Vind maar eens een keer een cave op niveau 12. Die zijn er wel. Maar meestal zitten ze op niveau 15, voor zover ik weet. Of was dat niet zo? Ah, damn. Zo irritant als je ze hoort, maar gewoon niet helemaal weet waar ze zitten. Het is echt een irritatie in mij. Dan hoor je van die zombies om je heen, maar dan weet je niet waar ze zitten. Ze kunnen in je huis zitten. Ze kunnen onder je zitten. Ze kunnen hier boven je. Hier, ik hoor ze echt duidelijk. En het geluid wordt alleen maar luider. Hier is het. Ja. Ja. Weet je wel dat het zo nijnt is? Dat het gewoon kan dat hij hier achter zit. Want dan denk je van, oh shit, zit ik er nou te dichtbij of zit ik er nou niet dichtbij? Oh my god, ik kan hier echt zo slecht tegen. Come on, ik wil wat diamonds hebben. Dus laat mij die cave zien. Niet dat in caves altijd diamonds zitten. Maar het is altijd wel zo dat als je in van die caves veel lava vindt, dat er dan heel erg vaak diamonds omheen zitten. Dus daarom hoop ik even die cave te vinden. Ik heb namelijk nog niet echt een goede grot gevonden hier in Survivor Island. Ik heb wel een aantal grotten gevonden. Maar niet echt zo'n grot waarbij je zegt van, dat is echt een mooie cave, jongens en meisjes. Nog niet echt. Nog niet echt zoiets. Ik heb wel een keer een mineshaft gevonden hier. Voor zover ik weet. Ik weet niet wanneer dat was. Dat was geloof ik nu al een tijdje geleden. Maar ik ben ze nu geloof ik al helemaal voorbij gelopen. Ik weet het niet hoor. Maar ik heb het idee dat ik ze nu echt al helemaal voorbij ben gelopen. Hier hoor ik het. Misschien zitten ze hierboven. Toch even een kijkje nemen. Onder kan ook nog, hè, by the way. Dat is ook nog een mogelijkheid. Lijkt me sterk, want ze zitten nu al... Wat ik nu hoor, dan zitten ze al heel laag. Maar oké. Je weet het maar nooit. Je moet altijd het zeker voor het onzeker nemen. Want kool ook chill. Kool moet je altijd meenemen. Even een aanrader van mij naar jullie. Want kool is altijd heel erg handig. Maar vandaag, wat is de planning voor vandaag voor deze YouTuber? Vandaag ben ik om 9:30 wakker geworden. Iets eerder dan dat ik had. Oh, nice. Dan dat ik had verwacht. Waarom? Omdat ik eigenlijk dacht vanavond het is weekend. Ik ga lekker uitslapen. Lekker chill, weet je. Maar dat is er dus niet helemaal van gekomen. Heb je soms, hè. Dan heb je andere planning. En dan gaat het altijd iets anders dan dat je eigenlijk wil. Maar toch ben ik daardoor lekker vroeg wakker. En heb ik daar toch lekker veel tijd gehad om voor video's bezig te zijn. Dus in principe ben ik hartstikke blij mee. En jou hoor, ik had het over caves en over lava. En ik heb nog gelijk ook. We zijn hier bij een cave met lava. Het kan toch niet beter hier in de Doe Maar Game Survival Island serie. Super chill. Even kijken. Maar morgen is het dus zondag. Nog een lekker vrij dagje. Lekker chillen. Nou ja, lekker chillen. Voor mij is weekend niet zozeer chillen. Maar is het meer, ook niet werken. Dus gewoon lol hebben. En dat kan op verschillende soorten. Fuck jou! Ik sla je met de magische wortel van Bor. Van Kingdom Bor. Oké, dat gaan we zo doen. Gaan we tegen mijn wortel in. Ik heb gisteren trouwens Habbo opgenomen. En ja, eigenlijk wou ik dit niet zeggen. Maar hey, jullie hebben natuurlijk al op Twitter bij mij gekeken. Dat ik Habbo zou gaan opnemen. Holy shit, G. Ik weet niet wat voor zin dat was, maar...
What the actual fuck, G? Zo schrik je nog eens een keer. Trouwens, wat ik kan doen, is ik kan proberen water te krijgen. Dan kan ik over deze lavapool heen. Want ik vertrouw het niet helemaal met al die vleesetende monsters om me heen. Ik vertrouw er echt geen ene reet van. Maar toch, we doen het maar. Zo. Hoppakee. Want ik wil namelijk even wat diamonds vinden in deze episode. Diamonds zijn baas. En geloof me. Maar ik vind trollen altijd leuk. En ja, Job, het is trollen. Ik vind trollen beter klinken, ja. Oké. Dus, het is gewoon voor mij zo'n trollen. Nee, ik vind trollen altijd leuk om te doen. Ik heb trouwens hier ook het Fateful Texture Pack. Maar dat vind ik niet zo heel erg mooi texture pack. Ik hou meer van het Devilt. Als ik moest kiezen, dan is het of Devilt of John Smith. En als ik echt moest kiezen, dus als er iemand zo stond van... Job, dit is de belangrijkste keuze van je leven. Is het Devilt of John Smith? Als er nu een creeper achter me had, ben ik dood. Dan zou ik zeggen Devilt. Want Devilt blijft toch wel echt hoe je Minecraft hoort te spelen, vind ik zelf. En ik begrijp het niet verkeerd. YouTubers die in het John Legacy Texture Pack spelen, die kijk ik altijd heel veel. Goed voorbeeld, ik kijk ze nu dan ook wel... De let's play van Vagunov, oftewel Lush van Vagunov Games. Ik kijk ook de community let's play, ik ook, of de community craft let's play. Ook heel chill om te kijken, bijvoorbeeld 's avonds als ik dan net klaar ben met editen en ik heb even zin om onderuit te hangen. Altijd leuk om zulke dingen te bekijken. Of bijvoorbeeld Pokémon unboxings, vind ik altijd leuk als ik dan 's avonds heel moe ben. Wanneer heb je van die momenten waarbij je echt moe bent of zo? Vind ik altijd chill om dat te kijken, bijvoorbeeld 's avonds als ik dan de hele avond heb zitten bewerken. Dat ik dan even zo'n Pokémon unboxing ga kijken, vind ik wel leuk. Maar community craft blijft gewoon een van mijn favoriete series op DDG. Ja, en natuurlijk is het wel weer Minecraft. Voor de mensen die denken, ja Job, ja, je zegt toch altijd dat ook andere games leuk zijn in plaats van Minecraft. Klopt, maar Minecraft blijft mijn favoriete game. Dus daarom vind ik het ook altijd het leukste om naar te kijken. Ook al is het een game die heel veel mensen spelen. Waarom spelen heel veel mensen Minecraft? Om het feit dat het gewoon een hele leuke game is. Ik bedoel, mensen zouden het niet spelen als het een stomme game was. En het is ook geen stomme game. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Minecraft wordt heel veel gedaan. Maar het komt omdat er heel erg veel mogelijkheden in zijn. Daarom is Minecraft ook zo leuk. Ik bedoel, als Minecraft weinig... Kijk, ik vind Terraria persoonlijk eigenlijk niet heel erg leuk. Tenminste, vergeleken met Minecraft is Terraria wel uitgebreider in de resources. Alleen... Het is gewoon tweedimensionaal en dat doet... Het is... Weet je, het is zo'n moment waarvan je denkt van... Je weet er niet echt een uitdruk voor het fans. Het is wel leuk dus. Alleen het is ook weer een beetje dat je denkt van... Nou, het is niet echt een let's play die ik bijvoorbeeld tot en met de 100ste of 200ste episode kan doen. Wat met Minecraft Survivor Island dus wel zo is. Want ik zit nu al bijna op... dit is al episode 162. Natuurlijk switchen we wel. Switchen, hoor, dat was heel raar. Zijn we wel van map geswitcht. Maar ja, kijk, dat kun je verwachten. Want je kunt echt niet op een... Het is een eilandje. Dat onthouden mensen soms. Kijk, in survival... Een survival wereld kun je wel 1000 episodes uithouden. Klinkt raar. Maar als je die survival wereld blijft updaten. En je blijft uitbreiden, dan kun je gewoon de hele wereld volbouwen. Maar... Met Survival Island, dat is trouwens ook wel wat ik wou gaan doen, hè. Zodra het Survival Island vol is, dan ga ik misschien wel een brug bouwen naar het vasteland. En dan ga ik daar gewoon verder bouwen, als jullie dat leuk vinden. Want ik ga denk ik niet meer van map switchen nu. Ik denk dat het een beetje niet zo leuk is. Lekker bezig, je op goede ouder, een beetje niet zo leuk is. Altijd mooi als je van die rare shit wil zeggen. Maar in ieder geval, vandaag doe maar challenges opnemen. De serie waarbij ik mezelf voor lul ga zetten. Ik heb al zoveel gekke ideeën. Als jullie nog leuke challenges hebben, kun je altijd sturen naar mijn Twitter, @DutchTuber. En natuurlijk even een like achterlaten. Doe dat even. Likes die motiveren mij echt sick erg. Helemaal op Survivor Island. Survivor Island kijk ik echt elke ochtend. Ik reageer vaak op reacties. Eén ding wat ik wel fijn vind is als mensen commentaar geven. En niet erbij zeggen wat er verkeerd is. Ja, joh, stomme video. Oké. En waarom? Weet je? Dat heb ik altijd. Ook als ik een video niet leuk vind. En ik geef een reactie over de video van ik vind het geen leuke video. Komt het bij mij altijd omdat, want, vanwege. Komt er altijd bij mij achter. Altijd een signaal wordt zo van ik vind het niet leuk, want. Omdat. Je gaat toch niet hetzelfde als je zegt van... je gaat met je computer naar de mediamarkt. En je zegt van ik wil deze computer terugbrengen. Oké. Want... Ik wil hem gewoon terugbrengen. Ik vind het stom. Waarom heb je hem nou gekocht? Dislike. Weet je, ik bedoel, what the fuck? Dat doe je toen niet. Als je naar de mediamarkt gaat en je computer is stuk, dan zeg je van, nou weet je, mijn beeldscherm doet het niet. Kan ik een nieuwe meekrijgen? Of in ieder geval een leenlaptop, zodat jullie hem kunnen maken. Want ik heb garantie. Of iets in die trant. Maar nee, hey, kut laptop. Zo een mooi plafond. Wit. Beetje stof, maar. What the fuck, weet je? Dat is altijd wel een beetje apart. Dat mensen gewoon... kijk, ik snap het wel. Want sommige zitten natuurlijk ook een beetje... Wat minder slimmer. Dat is natuurlijk weer heel anders. Maar er zitten ook mensen bij die nog niet zo goed zijn in argumenten geven. En die weten zelf eigenlijk ook niet wat ze niet leuk vinden. En ja, jaloezie speelt ook altijd een hele grote rol bij...
hoe noem je dat, haters? Ja, zo kan het maar gewoon haters noemen. Tuurlijk, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat mensen bepaalde video's niet leuk vinden. Maar als je dan gaat zeggen, ik vind hem niet leuk, geef dan ook even een fucking reden, weet je. Maar ja, weet je, sowieso is er altijd wel wat. Ik bedoel, YouTube zonder haters zou geen YouTube zijn. En likes, maar ja, likes horen dislikes. Je bekennen het wel, dat is gewoon de basic shizzle. Maar nu even op de game gericht. Ik heb namelijk nog een half uurtje voordat Niels hier met zijn lelijke kop voor de deur staat. Stomme klootzak. Nee, grapje. Niels is echt een goeie jongen. Een goeie kerel. Het schijnt deze kerel. Het is nog maar een jongetje. Een hopeloze jongen. Zonder missie in het leven. Maar hij is wel een goede vriend van me. Maar in ieder geval. Ik ga een beetje hakken zo. Zo van jakken. Zie mij eens een keer hakken. En voor de rest. Hoeveel iron heb ik al? Ik heb nu... Nee, ik heb nog ineens diamonds. You being serious. 14 iron. Nou, weet je. Hey. Nee. Zo. Dat is altijd zo leuk, jongen. Gewoon creepers wegslaan. Gewoon laat ontploffen en wegslaan. Maar even serieus. Ik heb nog steeds geen diamonds. Wat gaan we doen? Gaan we verder in deze cave? Of, nu komt de of, hè. Die kennen jullie al. Zo'n of komt, dan is er altijd iets wat er... Of we gaan naar die lavapool toe. En we gaan daar verder. Of we gaan stripminen. Er zijn drie ofs. Oké, of. Wat gaan we doen? Jongens, we can do this. Ik heb een idee van wat we kunnen gaan doen. Dat die lavapool voor diamonds het efficiëntst is. Maar nu is natuurlijk de hele vraag van... Ja, Job, maar vriend, waar is die lavapool? Want dat weet ik eigenlijk al niet meer. Oké, ik denk dat hij hier ergens beneden zit. Is hij hier ergens of is hij die... Oeh, hier ben ik nog niet geweest. Daar ben ik ook nog niet geweest. Ik moet echt een keer een diamond sword hebben met looting 3. Wow, zag jullie dat, jongens? Hij schoot op die fucking, die bed. Oh my god, dat zag er echt goed uit. Is die armor? Oh, nice. Oké, nice. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. We gaan doen. Wat gaan we... Kut! Why? Heb ik geen workbench meegenomen? Oh, wat ben ik ook een mogol soms, hè? Ik denk van... Oh, wacht. Obsidian, hebben we dat nodig? Nee, hebben we niet nodig. Oké, jammer. Nee, want ik dacht van... Eventueel, weet je... Kunnen we dan een emmer gaan maken... Als we dan zometeen weer bij die grote lavapool zijn. Nou, je zin, zombie. Oh, ik ben trouwens gisteren heel lang bezig edit... Aan een hele vette Funny Moments video... Die op Doe Maar Gamer gaat komen. Ik weet niet wanneer. Over een tijdje. Is ook gelijk een nieuwe serie. Nu ga ik even niks zeggen. Ik ga proberen zo min mogelijk te spoileren de komende tijd. Want ik ben goed in spoilers geven. Dat zou ik waarschijnlijk ook blijven. Spoilers geven is leuk. Alleen ik wil jullie nu... Ik ga geen spoilers meer geven. Ook niet meer over Doe Maar Challenges. Ook niet meer. Ja, tenzij je me een keer met rood haar ziet of zo. Of met geel haar. Dat jullie denken, oké, Job. Zeg anders maar gewoon wat er gebeurd is, weet je. Dat zeg ik dan wel. Maar jullie begrijpen me. Oh yeah! Oh bitches! In the motherfucking building! We have some diamonds! Als een baas! Als een... We hebben diamonds. En de buren zullen nu wel denken, wat de fuck is die jongen daar weer aan het doen, die gekke jongen. Nou, ik heb diamonds, jongen. Ik heb diamonds. Hoppakee. Ik ga in ieder geval die diamonds even proberen. Het zijn er vier! Oh, het zijn er vier! Yes! Het zijn vier diamonds. Oh, vier is echt veel, ouwe. Vier diamonds is echt heel veel. Voor de mensen die denken, joh, hoezo is vier diamonds veel? Nou ja, weet je. Kunnen we dus nu al bijna gewoon een zwaard en een pickaxe maken. En we hebben geloof ik, en natuurlijk een enchanting table, als we die nodig gaan hebben. Zo. Oké. Even weghakken. Zo. Ik wil namelijk even zeker weten dat het vier zijn en niet meer. Want anders ga ik zo meteen onnodig. Of nou ja, dat hoef ik niet per se zeker te weten. Kijk, dit wil ik zeker weten. Dat ik niet zo meteen. Oké, zo. Nice. En diamonds. En diamonds. En vier diamonds. Als een baas. Als een baas. Als een baas. Vier diamonds is lekker veel. Daar gaan we zeker weten iets mee doen. We hebben een enchanting table nodig. Dat zijn twee diamonds. We hebben een zwaard nodig. Omdat we voor de mensen die denken, hoezo Job, heb je een zwaard nodig. Hebben we genoeg obsidian voor die enchanting table? Daar ben ik even aan over getwijfeld. Ik neem aan van wel. Maar als het straks niet zo is, dan zit ik wel met een groot probleem. Dan moet ik namelijk, heb ik straks mijn diamond pickaxe verneukt. En dan moet ik er weer eentje maken. Nee. Nee, spin. Niet doen. Maar eten is nog wel een beetje schaars, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb namelijk nog steeds niet heel erg veel eten. Maar ja, weet je, je kunt niet alles hebben in het leven. Sommige mensen hebben geen eten, sommige mensen hebben dit niet. Minecraft is heel erg leuk, alleen je kunt niet altijd alle benodigde resources hebben. Dus dat is altijd nog een beetje een nadeel. Zoals jullie misschien wel begrijpen. Dus ik ga even snel hier naar beneden even kijken of ik hier nog wat leuks kan vinden. Ik hoop eigenlijk nog op wat nog meer diamonds. Want ja, we hebben nu al veel diamonds. Dus we hebben er vier tenminste veel. Hè, voor gewoon een diamond pickaxe die niet geënchant is met weet ik veel fortune of zo. Zijn vier diamonds in één mine best wel veel. Of in één
ja, wat is dat, in één ader, zoals ik dat noem. Ik had laatst met Toran, toen zei ik tegen hem in één ader, zei hij in één anus. Ik zeg, nee, in één ader. Ik weet trouwens ook niet hoe ik bij dat woord kom. Eén ader diamonds, één ader kool. Dat is geloof ik gewoon een bepaalde strook met verschillende soorten oors. Bijvoorbeeld één ader iron, kan bijvoorbeeld 8 iron zijn, kan 12 iron zijn, kan 4 iron zijn. Maar ik denk dat we het meeste die we onderzocht hebben, we hebben 4 diamonds hiervan weten weg te halen. We kunnen uiteraard verder gaan minen bij, oh my god, jij bent daar wel heel erg sneaky, hè. We kunnen uiteraard verder gaan minen. Bij die lavapool, dat zou kunnen. Alleen we hebben nu best wel weinig eten nog. Dus het lijkt mij een beter idee om nu snel naar boven te gaan. Of om nu gewoon hier pleiten te gaan. Want ik wil zo meteen natuurlijk niet het risico lopen dat ik dood ga. Hier is in ieder geval die lavapool. Dus we kunnen nog heel even verder minen. Want ik weet dat hier meer diamonds kunnen zitten namelijk. En als het nou zo is, dan wil ik die graag mee kunnen nemen. Naar huis. Dus ik ga even kijken voor de zekerheid. En dan ga ik gewoon even kijken hoe ik hier langs kan komen. Zo. Zou dit een mogelijkheid zijn? Even kijken. Zo, hoppakee. Ja, ik hoor een zombie, weet je. Dat is altijd zo creepy. Want op een of andere manier staat hij straks achter je en dan gooit hij in de lava. En dan ben ik gewoon getrold door een zombie. Dat is ook niet heel erg leuk om te zien. Dus hoop ik. Maar ik heb het idee dat hier meer diamonds liggen. Dus het is geen mythe, neem ik aan. Dat het zo is van dat je bij diamonds. Of dat je bij lava diamonds vindt. Ja, dat het dan toch echt zo, dat zo is. Ik vroeger dacht dat het niet zo was. Omdat het zelf had ik het nog nooit echt meegemaakt. Maar het is dus wel zo dat je bij diamonds gewoon. Of bij lava meer diamonds vindt. Niet bij diamonds meer lava. Ja, ook natuurlijk. Maar jullie begrijpen me wel. En nu kan ik er niet afgeduwd worden in ieder geval. Dat is fijn. Als ik gewoon één blokje ertussen laat. En als het goed is, kan ik dan nog wat diamonds vinden. Zo. Nice. Oeh, nice. Hier is gewoon een. Oh nee, dit was alles. Ik dacht misschien is dit een nieuw gedeelte. Er is wel wat redstone. Nou, voor redstone ga ik mijn leven niet riskeren. Nou, voor iron kan ik dat nog doen. Liever ook niet. Maar ja, weet je, we hebben toch wat iron erbij. Zo. 2 iron. Nou jongens, maatje. Mijn leven geriskeerd voor 2 iron. Yes, dat is super chill. Not. 2 iron is namelijk vrij weinig. Maar we hebben wel diamonds. Hé, hey, dat is toch wel weer een heel voordeel. En dan ga ik zo meteen lekker trollen. Maar dag kan niet beter. Diamonds en trollen. Dat is toch echt de ultimate survival shit. Ik ga weer naar boven minen. Dat ik in ieder geval kan afsluiten als ik weer lekker boven in mijn knusse eilandje ben. Of bij mijn knusse eilandje. Dat gaan we even doen via een trap. Want ja, weet je. Ik vind het ook weer zo skeer om in één rechte lijn naar boven te hakken. Trouwens jongens en meisjes. Jullie moeten echt snel weer eens even fanmail naar mij gaan versturen. Want ik ga namelijk de komende week. Ga ik met een vriend ga ik mijn postbus weer legen. Dus als jullie denken van. Job. Waarschijnlijk dinsdag als die kan. Dus als jullie denken. Job. Hey, ik wil eigenlijk wel graag zien hoe jij die postbus legt. Laat in de feed. Kan ik misschien gaan vloggen. En ook nog iets daarover. Zorg even voor dat je. Wat wou ik ook weer zeggen? Zorg ervoor dat je nog even wat opstuurt. Ik zou heel even kijken of ik het adres hier nog ergens heb staan. Ik geloof dat het laatst natuurlijk wel zo was. Maar dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen. Momentje. Wait for it. Wait for it. Ja, kennis aan mijn postbus in beeld. Ik wist het gewoon nog, hè? Tekst 9. Postbusadres staat dus even in beeld. Je kunt daar mij allemaal leuke brieven naartoe sturen. Ik deed me opeens eraan denken. Want gisteren heb ik namelijk 2 nieuwe episodes opgenomen van Doe Maar Fanmail. En ik ben die vandaag lekker aan het editen geweest. Worden echt super leuk, jongens. Maar jullie hebben echt de leukste dingen die jullie naar mij toe sturen. Echt super dope om te zien. En ik ga dus de komende week ga ik, met die vriend ga ik, waarschijnlijk mijn postbus legen. En dan ga ik al jullie leuke spullen eruit halen. Of het nou condooms zijn, moeders, vaders, honden, katten. Alsjeblieft, doe dat niet. Even zeggen, doe dat niet, oké? Ik wil jullie niet vragen. Nee, maar ik bedoel, tekeningen, spullen, t-shirts, Pokémon-kaart. Jullie hebben echt alles al verzonden. En ik vond het allemaal te gek gewoon. Dus je kunt hem allemaal nog sturen. Adres staat even in beeld. Staat ook uiteraard in das beschrijving. Dus check die even. We hadden dus die toets over die bloedsomloop, zoals ik jullie al verteld, laatst op school. En ik heb daar een 8 voor gehaald. Yes! Voor bio een 8. Meer, er hadden ook een paar mensen een 10. Maar ja, deze jongen hier, die was weer zo slim om de maag en darmen te vergeten als hokje. Ja, weet je, dat heb je soms als je een beetje zenuwachtig bent. Of ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig bij toetsen. Maar ik was een beetje druk. Zo van toets. Ik ga een goed cijfer halen. Ik ga een goed cijfer halen. En dan heb ik dus wel een goed cijfer gehaald. Alleen iets minder dan dat het had gekund. Want ik had een 10 kunnen halen namelijk. Maar ja, weet je, je kunt niet alles hebben. Je kunt niet alles hebben. Kan ik zo ademen? Ja, ik kan zo even ademen. Dat is toch wel vet eigenlijk, dat het gewoon kan. Nu ben ik wel weer een paar torsjes kwijt. Maar hey, dat hoort er nou maar bij. Hopelijk zie ik mijn eilandje vanaf hier. Ja, daar zie ik Sokko even. Dus ik ben mijn eilandje opeens kwijt. Maar dat zou namelijk wel weer een heel iets kuts zijn. Maar we hebben 4 diamonds. Ik ga gelijk even kijken of we dan even een enchanting table kunnen maken. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst de volgende episode de koeienkennel afmaken. Zodat we daar nog koeien in kunnen doen. En zodat die lekker fukkie kunnen gaan doen. Want dat moet namelijk ook gebeuren. Fukkie hoort bij het koeienleven. Ook bij het mensenleven uiteraard. Maar dan noem je het niet fukkie, dan noem je het neukie. Oh my god. In ieder geval, laat even een like achter. Abonneer op Doe Maar Game als je dat niet gedaan hebt. Stuur mij even wat leuks naar mijn postbus als je dat leuk vindt. En als je kans wil maken om het in de video te laten komen. Ik lees alles. Dus stel voor jouw brief komt niet in de video. Aarzel niet en kijk gewoon de volgende. Want kijk, stel voor jij stuurt er eentje. En ik haal het morgen uit de postbus. En is er een kans dat ik het pas over 2 weken. Oh, what the fuck? What the fuck, G? 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 What the fuck, G?
Oké. Okay. Jongens, even kijken, laat even een like achter. Abonneer op Doe Maar Game. Laat even een leuke reactie hier beneden in de comments achter. Laat ook even weten wat je van de Doe Maar Vlog vond. En zorg er natuurlijk even voor dat je een like achterlaat op deze video. 1000 likes zoals we zijn. Je kunt mij wat sturen naar het adres in de video, staat ook in de beschrijving. Ik kijk alles wat jullie mij sturen. Elke tekening, elke brief. Ik lees het allemaal. Dus sowieso de kans dat ik jou terugvolg op Twitter of iets anders. Laat even een like achter. En tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Survive Island. Hier op Doe Maar Game. Later.